Wat als Cuphead een first-person shooter zou zijn? Nou, dan krijg je dus deze game, Mouse. De typische jaren 30 cartoonstijltje, een beetje noir erin. En je hebt dus verschillende wapens waar je mee kan knallen. En jij speelt een privé-detective in deze film noir cartoonachtige first-person shooter. En hij is nu te wishlisten op Steam. Of hij ook nog naar console komt, weten we niet. En wanneer die uit gaat komen, weten we ook nog niet. Wat ik wel weet, is dat het er lijp uitziet en ik niet kan wachten. En ik hou je natuurlijk op de hoogte met alles over deze game, maar moet je me wel even volgen natuurlijk. Want zo werkt dat.